Dankjewel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. Opnieuw is er blijkbaar een bofepidemie uitgebroken. De laatste weken is volgens de media het aantal gevallen niet minder dan verdubbeld. In april van dit jaar verspreidde de bof zich vooral aan de Universiteit van Gent. Nu zouden het vooral scholieren uit West-Vlaanderen zijn die ziek zijn geworden. Graag had ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen. Hoe evolueerde het aantal gevallen van bof in 2012 per maand en per provincie? Welke stappen is de minister van plan te nemen tegen een verdere uitbreiding van de epidemie? En acht de minister het nuttig om een vaccinatiecampagne op te zetten, dan wel te promoten? Want ik moet niet vertellen welke dramatische gevolgen dat bof kan hebben voor de betrokkenen. Ik dank u voor uw antwoord. Dank u wel, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Ja, in antwoord op uw eerste vraag kan ik u zeggen dat er verschillende systemen bestaan om de evolutie van het aantal gevallen van bof in België te volgen. Er is voor eerst het systeem van de verplichte melding, dat in de loop van 2012 werd ingevoerd. Dat systeem valt onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. Misschien kunt u met hen contact opnemen, maar ik kan u wel zeggen dat het systeem aangeeft dat het virus in Vlaanderen wijd verspreid is, met in totaal meer dan 1800 gemelde gevallen. Het grootste aantal geregistreerde gevallen stelt men in West-Vlaanderen vast. In de federatie Wallonië-Brussel maakt men gewaag van 144 gevallen en de meeste gevallen werden in de provincies Luxemburg en Luik geregistreerd. Zoals in de buurlanden treft het virus vooral de adolescenten en de studenten in het bijzonder. Maar de ziekte beperkt zich niet tot die groepen. Naast dat systeem is er ook het controlenetwerk van de pediaters, dat sinds 2003 de gevallen van bof registreert. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid beheert dat netwerk. Er valt op te merken dat de meldingen op vrijwillige basis gebeuren. Het netwerk toonde een dalende tendens van het aantal gevallen van bof sinds 2007, maar ziet een verhoging van het aantal gevallen bij de kinderen in 2012. Ten slotte registreert ook het wachtpostennetwerk van de huisartsen sinds kort de gevallen van bof. En wat het antwoord op uw tweede vraag betreft, merk ik op dat de preventie niet onder mijn bevoegdheid valt. Het betreft een bevoegdheid van de gemeenschappen en ik nodig u dus uit om u tot hen te richten. Dank u, mevrouw de minister. Mevrouw Talman. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. We zullen dit inderdaad verder doorgeven aan onze collega's in de betrokken assemblées om dit verder op te volgen, want het is dus inderdaad wel opvallend dat de cijfers die u geeft toch aantonen dat we sinds 2007 van een dalende tendens konden spreken en dat we nu met niet minder dan 1800 gevallen alleen al in Vlaanderen zitten. Ik denk dat dat toch wel noopt tot attentie, tot aandacht over dit probleem. Het incident is gesloten. Alors, le jour est la question de madame Defraigne à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur l'avenir du centre Tadam à Liège.